Oké, maar goh, wat gaan we doen? Naar Drachten? Nee, we gaan eerst naar hier Walterswald, want er schijnt dus een, een paarden iets te zijn. Ja. Wat is er, wat doe je? Dat is een druppel. En kijk jongens, Nico die zit al in de auto. Oh. Ben je er klaar voor? Ja, ik zeg net tegen mijn goh, wat gaan we minuten. Doen? Ja, jullie zitten hier al een poosje in, dat hadden we niet in de gaten. We zitten al 40 minuten in de auto, dus laat het daar maar bij. Wat in die tussentijd een Delfzijl kunnen zijn. Dan gaan we toch niet heen? Nee, we gaan niet heen. Ook niet naar Drachten hoor, dat is ook niks. Nee, Drachten ook niks? Nee, joh. Ah, oké. Nou, dan gaan we in ieder geval eerst even Walterswald kijken, want als dat paard er wel is, dan is het wel leuk. En dan gaan we even naar... Ja, maar net wat Nico zegt, je hebt helemaal geen flyers gezien. En dan rijden we daarna gewoon even door naar Dokkumjoe. Gaan we daar lunchen. Die kijken wel. Want Dokkum hebben ze volgens mij ook een onwijs lekkere tent. We gaan naar binnen, want het regent. Oké. Okay. Waar zijn we hier, Nico? Damwald. Even passen. Damwald. Is netjes. Voor wie? Voor Joke. Oh, ja. Die... Netjes. Ja, gaan we passen. Ja. Ah, enthousiast, Niek. Trouwens, hij is inderdaad wel heel leuk, ja. Die is netjes. Nou, kom op. Gaan we even die kant. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Hey, waar zijn we nou? Ja, Dokkum toch? Ja. Dokkumer. Dokkumer alleen. Welkom, welkom. We zijn in Dokkum. Dokkum. Welkom. We zijn in Dokkum. Oké, okay. Nou dat gaat niet, dat kan beter zo. Wacht eventjes. Ja, kijk. Nou jongens. Telefoon van honger en zit nou weer aan de bier. Oh, wacht, goed. Proost, 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 proost. Gezondheid op jullie. Op jullie. 85-jarige bruiloft. Ja. Wat zeg je nou? Gefeliciteerd met jullie feest. 65-jarige vrouw. En dat vieren we hier. Zo, zet je bril eens op. Die staat je hartstikke leuk. Moet je kijken. Nee, echt gewoon, even gewoon. Ja. Dit is een hartstikke. Dat is niet zins, Engel. Ja. Gewoon van de Rossums. Ja, dat van Rossums. Hebben jullie wat gevonden? Yes. Weet jij voor mij een brievenbus? Dat is een andere mevrouw. Vlak bij de Jumbo. Nee, dat meisje wist ik. Ik denk misschien bij dat in die winkelstraat, dat daar weet heb ik je niet. Zo'n ik vraag die Primera mevrouw. Met een PTT-post dingen. Daar kan je bijvoorbeeld bij inleveren. Ja. Oh, je kan googlen. Ja, je kan ook googlen. Ja, maar ik ken de straatnaam hier niet, hè? Nee, nee. En die mevrouw wel. Wat ik zeg is zo. Zit je wel aan het werk, hè? Nou, maar gelukkig toch niet zoveel te doen. Oké, is nog rustig. Ja. Moet toch allemaal op stoom komen? Het is even, nou, het is even te fris. Hm? Jij nog wel lekker. Emia? Maar dan wil jij echt veel aan het worden. Ik heb heel veel tegenlicht. Op de raam. Kijk jongens, dit is mijn hamburger. Mmm. Oh, ja. Geweldig. Ja. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Toch een. Ja, hetzelfde. Jook jij dan wel dan? Ja, doe maar. Ja, ja. Doe maar hetzelfde. Ja. Eet smakelijk. Dank je wel. Ja, kijk eens. Dit wel. Oh ja, dat zou wel makkelijk zijn. Nou, dank je wel. Dank je wel, meisje. Oké, eet smakelijk. Zo, kijk. Eet smakelijk. Kijk, wie heeft er weer als eerste zijn bord leeg?
mag ook pas op de helft. En Joke is ook op de helft. En Nico is ook op de helft. En ik ben lekker leeg. Nee, je zit vol. Je bent niet leeg. Mijn bord is leeg. Ja, maar je zit er vol. Nee, ik zit er vol. Gelukt? Ja. Postbus gevonden? Ik mocht hem nou, ja, ik mocht hem daar in die bak gooien. Die wordt maandag opgehaald. Oké. Okay. De oude papierreken. Nee, er lagen 5 enveloppen met postzegel. Oké. Okay. Nou, dan heb je hem dinsdag in huis. Wat zeg jij? Dan heb je hem dinsdag in huis. Nou, we zijn weer terug op de camping en we hebben eventjes het haartje aangestoken. Kijk, eventjes. Nico heeft een heel zakje kleine houtjes bij me liggen. Die zegt van, oh, ik heb nog een zakje kleine houtjes in mijn auto liggen. Dus. Gooi ik er een in. Volgende. Ja. Hey. Ja, en hoeveel? Dat is 1 uit of 3. Dus ik heb nog eentje en dan. Ja, nou, je gooit er dus 1 uit of 3 gooi je erin. Alles van de wetens, nog alles ernaast. 1 uit of 4. Nou, dat gaat wel goed met je. Heb je de financiën weer geregeld? Ja. Gelukkig, ze hebben de pot weer gestiekt. Hey, we zouden het Lauwersoog meer, het Lauwersmeer zouden rond gaan rijden. Ja. Dat is dus verandering in plannen gekomen, want wat gaan we nu doen? Naar Sneek. Naar Sneek. Sneekse hamburger halen. Sneekse frikandel. Sneekse hamburger. En Sneekje brood. Sneekje brood. Nou, ze hebben er inderdaad wel hele lekkere Friese koek. Ja, het leek me een mooi plekje. Ik zag leuke foto's ervan, dus het lijkt me. Nou ja, dus jongens, we gaan naar. Sneek. De auto over in dit achterin. Sneek. Nico die is aan het filmen en die vraagt of de chauffeur er klaar voor is. Dan krijgt hij van mij een duimpje. Ja. En ik zeg tegen Mago, die kwam aanlopen en die had nog een lange broek aan. Ik zeg, moet je eens kijken wat een lekker weer het is. Ah, bovenin de klep. Kijk, hè? Jongens, Mago in de korte broek. Staat toch hartstikke leuk? Ik dacht dat jullie er al in zaten. Ja. Nee. Maar dan ging je best naar binnen. Ach. Dus die zit, dus, even de deur die zit naar binnen. Die zit naar binnen, dan blijven wij buiten. Ja, dus jullie renden meteen die auto uit. Ja, uiteraard. Als je er nog in gaat, dan gaat het slaan. Ja, die staat uit. Oké. Okay. Nou. Dit is een dorpje voor Sneek? Nee, dit is Sneek. Dit is Sneek, oké. Okay. Ja. Ga richting zijn erbij. De rotonde okay. En neem de tweede afslag. Jumbo. Oh, die is open. Oh. Zondag van 9 tot 8. Zo. Pets Place. Maar Sneek staat bekend om de jachthavens en zo, hè? Na 100 meter. Nee. Daar rechts op de rotonde. Toch? En neem de tweede afslag. Prins Hendrikkade. Tenminste, dat idee heb ik er altijd bij. Ja. Nou ja, goed. Ga rechts op de rotonde en neem de tweede afslag. Zie je, kijk. Zit er nou? Ik zie al grafiet en dingetjes. Ja. Afslag rechts. De eerste. Kijk, een mannetje in het water. Tweede. Nou, kijk eens. Hier rechts. Nee, dat kan ook niet. Ik moet nog daarheen. 10 meter. Dit is alweer niet bij je als 10 meter.
Nee, maar daar gaat het straatje lopen naar heen. Kijk wat leuk, jongens. Ja, ja, nou, ik krijg het niet. Ja, je krijgt hem nu niet zo goed. Ja, die komen we zo tegen. Ja, we lopen hem zo wel heen. Gewoon gaat even bij de parkeermeter kijken. Ik heb hem expres dicht bij de parkeermeter geparkeerd, want dan hoeven we niet zo ver te lopen. En dan gaan we daar het bruggetje over en dan lopen we zo even naar die Snekerpoort. Dat is wel leuk. Kijk, daar komt hij aan. Kijk dan, daar komt hij aan. Ja. Ja hoor. Geweldig. Ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Moet je wel blijven staan. Dat heb je goed gedaan, jongen. Ja, dit is al de derde of vierde brug. Oh, dan moet je elke keer gaan liggen? Ja. Oh, wat leuk. Geweldig. Ja, ja, ja. Ja, maar je collega's komen er ook aan. Ja, ja. Oh, komen er nog meer? Ja, er komen er nog meer, ja. Je moet allemaal pompen op de buiten. Ja. En dat boord waar je op staat, noemen ze dat een paddleboard? Een? Surfboard. Sub. Oh, SUB. Kijk. SUB. Oké. Okay. SUB. Oké, okay, leuk. Ja. Ja, het is net wat steviger dan een surfboard. Ja, ja. Subboard. Ja. Nou, leuk wel, hoor. Je moet wel evenwicht hebben, ja. Ja, je moet wel evenwicht hebben. Niks voor mij dus. Oh, kijk, daar heb je die toren. Die kerk. Gaan we hier vanaf het Martiniplein, lopen we het hoekje om. En kijk, lopen hier zo het oude centrum in. En weten jullie wat leuk is? Dit is de Martinikerk, alleen die wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd. We gaan even kijken op het bord van hoe oud deze kerk is. Want als je hier vroeger naar de kerk ging, kreeg je altijd een glas Martini. Oh. Ja, dat is de Martinikerk. Ja. Jeetje. Wees maar blij dat je de whiskykerk nog niet tegengekomen bent. Ik denk dat die heel erg scheef gestaan had. Ja, ja, in Leeuwardia. Oh, dat heb ik niet gezien. Kijk uit de auto. Wel een mooie kerk. Hè? Nee, maar dat hoort er wel bij. Ja, dat groene. Kijk, dat groene komt erbij. Nou, dat is toch helemaal niet echt mooi. Oh, kijk. 1940, 1945. Jongens, dit is... het verzetsmonument. Ja, gedekt. Verzetsmonument. Vervaardigd in 1950. Kijk dan, hier staat nog meer, hè? Hé, hey, dan moet ik zo even opzoeken. Kijk dan. Kijk, hier staan we nog mooi. Sneker Bloednacht van 13 op 14 juli 1944. 1, 2, 3. Vier mensen, er zullen verzetmensen geweest zijn. Kijk hier zo. Oh ja, ja. Ja, ja, heftig. Gevallen aan Nederlands-Indië. Ja. Oh, wat leuk. Wat leuk, hè, die kleine straatjes. Kijk, dat loopt helemaal zo door. Komen we hier uitlopen? Kom je hier op het terrasje, het zonnetje? Het zit meteen helemaal vol. We gaan even kijken naar het kroeglokaal, het gerechtshof. Nou, zeker een groot terrasje. Ja. Hebben ze daar ook carpaccio, Sjaak? Je ook? Wat? Hebben ze daar ook carpaccio? Wauw, moet jullie kijken naar dat gebouw hier. Kijk eens, hier zo. Dat is mooi. Ook een heel mooi gebouw en daarbovenop staat een vogel, bovenop die gevel. En daar staat dan het Urbi et Orbi. Ah, prachtig. Kijk, er staat op het Urbi et Orbi. Hier, dat pand. Oh ja. Zijn we vandaag komen lopen door dit straatje heen hier zo. Kijk, komen we uit op dit pleintje hier. En dit is het Schaapmarktplein. Oh, dus dit is niet
Dat wat jij zei, het centrum, dus is overal heb je van die pleintjes met centrum. Ja, het ziet er wat minder uit. Jelle Joustra of zo? Nee, Gerbrandy. Ja, oh, Gerbrandy. President van 4045. Ja. Ik denk dat dit leuk is als de zon erop staat. Ja. Ja. Nee, maar ik vind het echt leuk. Wat een prachtige stad. Kijk, dat gebouw ook, met aan de bovenkant dat bouwsel met dat hek en zo. Dat is toch weer een aparte stijl. Ja. Van een of andere architect natuurlijk. Ik ga er wel vanuit, ja. Dat het van een architect is. Ja, nee, ja, dat snap ik, maar ik bedoel... Weet je, dan nemen wij niet de moeite om het op te zoeken, maar het is wel leuk om te weten hoe of wat. Ja, dat lees je straks wel op de vlog. Oh, de reacties? Ja. Oh ja. En mensen, wat voor stijl is dat? Weten jullie dat? Die kijken, is toch leuk? Oh, alle maten Friese vlaggen. Ja, leuk. Ja. Neem er eentje mee voor in de koffie, een Friese vlag. Dat is toch een Friese vlag? Koffiemelk? Ja, dat is koffiemelk, ja. Kijk mensen, dat is de waterdrager. En moeten jullie kijken, hier, dit was Grootzand waar we overheen gelopen zijn. Maar moeten jullie kijken, wat een prachtig mooi klein gebouwtje. Geweldig mooi. Oh kijk, daar is de poort. Hey. Ja, ja. Kijk. Nou, daar waren we naar op zoek, toch? Koopman gewoon in de trapgevel. Ja. Nee. In 1980. Oh, hey. Leuk, hè? Een beltje draait. Ja, dat draait, ja. Ja, nou ja, deze koopmanswoning, die is ook van 18 zoveel. Oh, okay. Broodkoeken, banket. Gaat die brug, die poort, die staat hier en dan, kijk, gaat de brug open. Ja, dat vind ik echt leuk. Zien jullie, kijk, dit heet de oude Koemarkbrug. En dat kan wel kloppen, want dit, oh kijk, er staat ook daar op dat bordje, de oude Koemarkt. Ja, wat leuk. We gaan even bij de poort even kijken. Even lezen wat voor poort het is. Zie je, mensen zitten lekker met hun bootje en die kunnen lekker varen. Ja, waar zijn ze dan? Nou, die zijn even naar binnen, een nieuw kopje thee halen natuurlijk. We gaan even kijken. Hier doorheen. En? Hoe is het? Ja, goed man. Kijk, daar gaat de brug weer dicht. Oh, dit is de Lemmelerbrug. Jeetje, wat een pracht. Nou, maar gewoon wat leuk. Koud hier. En het is 1:05. Nou, wat ben ik blij dat we hier even heen gegaan zijn, zeg. Kijk, leuk, trikes. Ja, trikes. Kijk dan. Ja. Waterpoort, sierpoort in rijke renaissance-stijl, gebouwd in 1613. 1613? Ja, mogelijk naar ontwerp van Thomas Berend. Bedoeld als monumentale afsluiting van de Kollak. 1759, 1776 gewijzigd. Na pogingen tot afbraak in 1877 teruggerestaureerd naar de toestand van 1613. En nu symbool van snee. Enig restant van uitgebreide vestingwerken bestaande uit wallen, muren, 14 muurtorens, 2 landpoorten en 4 waterpoorten. Nah. Dus dat is er allemaal geweest. Leuk zeg. Maar gewoon lastig voor dat het 1613 was. Nou kijk, en dan hier. Kijk, kan je het heel goed zien. 1613. Jeetje, mina. Het is 420-13. Komt weer een tjalk aan. Tenminste, dat heet toch een tjalk of niet? Dat ding stinkt wel. Ja. Jonge Jan. Ja, jonge Jan. Nou, we gaan best wel lekker op eten. Nico is aan het filmen en waar zijn we hier, Nico?
Bij het Droomcafé Bommel in Sneek. Oh. Hey, die, nooit geweest. Goed dat je dat weet. Wat we zien daar. Want dat vind ik geen goed gebouw. Martini Tour. Ja. Nou, wat leuk jongens. Kijk dan, hij doet even een parasol overtrekken. Jezus. Oh. Proost. Proost, proost, proost. Oh ja, je hebt het over. Ach, jij springt ook van de hak op de tak. Nee, joh. Dat zei ik voor de gein. Dat is een grapje, man. Nee, jij altijd met je grapjes. Dan ging ik iemand pesten, lekker met het zonnetje, met laten schijnen zo door dat mes. Het wordt wel eentonig, maar kijk nou toch eens. Ja, dit is gewoon decadent. Gewoon, ik weet niet of je het ziet. Kijk eens goed naar je pijnboompitten. Ja, heerlijk. Die zijn keurige rood, ja, zoals het hoort. Kijk jongens, Joke heb ook, maar die heeft toch wit brood. Nico en ik hebben samen een schnitzel met champignonsaus. Yummy, yummy. Oh, lekker hoor. Kijk, we zijn nu op de terugweg naar, naar de camping. En Nico had de route uitgestippeld. Maar toen kwamen we erachter dat er is geen cola meer. En kijk, daar is de Jumbo en die was open. Dus ik zeg, nou laten we dan hier even stoppen. Dan kunnen we eventjes voor Joke eventjes een flesje cola halen. En wat zijn we gewoon, wat was er dan nog meer? Zilveruitjes of zo als het overdoet. Ook ingrediënten halen. Voor de salade. Dan zitten we nog gezellig even te fikken. Kijk. Hij staat aan en Mago zit daar en Joke zit daar en Nico zit daar. En ze voelen evengoed de warmte van de kachel. Hé? Ja, heerlijk. Ja, echt heet. Ja, warm. Nico heeft een hele banaan op. We geloven het niet, maar... Een boterhammetje met kaas hoor. Heerlijk. En oh, heb je een boterhammetje met kaas op? Ja, oké. Zeker weten. En kijk, het zonnetje gaat langzaam onder. En wij zitten hier ook nou heerlijk eventjes te dineren. En bij deze sluiten we dus eventjes de video af. Dat is wel een goed idee. Dus, heb je nou je wat gaan we dan zeggen? Kijk, mosterd. Duimpje. Mensen, duimpje. Duimpje wordt gewaardeerd. En notificatiebelletje. Ja, is goed. Notificatiebelletje. Oké, nou gewoon zeggen tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog.